Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. De storing die gisteravond passeerde, zien we hier nog helemaal rechts in beeld op de satellietfoto. Achter deze storing is koele lucht aan het binnenstromen en trekken ook een aantal buien vandaag over het land. Tussen de buien door hebben we een afwisseling van wolken en wat zon. En er waait een vrij stevige wind. Die wind gaat geleidelijk aan boven land toenemen naar matig, kracht 3 of 4. En waait aan de kust vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 tot 6. Zoals gezegd, er stroomt vrij frisse lucht over het land. Het wordt uiteindelijk maar 10 tot 12 graden. Vanavond gaan de buien geleidelijk aan verdwijnen, zijn er brede opklaringen en koelt het af tot een graad of 7. En vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen overdag hebben we in de noordelijke helft van het land flink wat zon. In het midden en zuiden is wat meer bewolking. En met name in Zeeland en Brabant is een enkele bui niet helemaal uitgesloten. Het wordt 14 tot 16 graden en er staat nog wel een vrij stevige wind uit de oostelijke richtingen. En die oostenwind gaat tijdens de paasdagen zorgen voor flink zachter weer. De middagtemperatuur stijgt naar 17 tot plaatselijk 20 graden. De temperaturen die hier op de kaartje staan zijn dus zelfs nog wat aan de lage kant. Er blijft wel kans op een enkele bui, maar er is ook vrij geregeld zon. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl